Muziek van Laidback en het programma Venlo kiest. En het is inmiddels ruim over 11:30. Om precies te zijn 7 minuten na 11:30. En ja, men houdt de spanning er goed in Domani. We hadden met z'n allen verwacht hier dat het nu al zo'n beetje aanstaande zou zijn. Maar er is nog volgens onze technicus die een lijntje heeft met Domani nog... Ja, verdacht stil aan de andere kant van de stad zou ik bijna willen zeggen. Dus we moeten nog even geduld hebben hier op de uitslag. De voorlopige einduitslag. We zijn al een beetje aan het bespiegelen, luisteraars, hoe straks mogelijk een nieuwe coalitie eruit gaat zien. En niet alleen getalsmatig en welke partijen dat zijn is daarbij van belang. Maar ook de poppetjes. Nou, meneer Aerts, laten we daar dan eens even over gaan filosoferen op dit late tijdstip. Ja, uitgaande van 6 wethouders en we gaan uit van een coalitie van VVD, CDA, PvdA. Dan zou het kunnen zijn 3 wethouders VVD, 2 CDA, 1 Partij van de Arbeid. Ja, zou kunnen. Kunt u dan voor de VVD de namen even invullen? Nee. Wilt u ze invullen? Ik kan er 2 invullen, dat is Mark Verheijen en Antoine Beurskes. En de derde? De derde, daar zijn meerdere kandidaten voor en ik zit op te grote afstand om... om te kunnen zeggen wie dat dan zou kunnen zijn. Maar daarmee zegt u dat het niet per definitie zo is dat het nummer 1, 2, 3 van de lijst hoeft te nee, zijn. Dat kan ook iemand anders zijn. Nee. We hebben een dualistisch stelsel. Dus men kan zelfs wethouders van buiten... Men zou ook de heer Dings kunnen vragen bijvoorbeeld. Ja. En voor de VVD? Nou, dat lijkt me een hele aardige move, meneer Dings. Ik denk dat de heer Aerts het ook juist uitdrukt. Ze zouden mij kunnen vragen. Precies, want antwoord weten we al. Precies. Ja, u bent niet beschikbaar, begrijp ik. Nee, maar grapje. Maar... Dat is dus helemaal, ja. Dat is helemaal open. Ja. Dat is dus niet per definitie nummer 3 of nummer 4. Meneer Dings, het is niet uw partij, maar heeft u enig idee wie het uit CDA zou kunnen zijn? De lijsttrekker zelf, maar dan de tweede man of vrouw kan natuurlijk ook. Wie zou dat? Wie zou uw droomkandidaat zijn? Daar laat ik mij niet over uit. Want ik kan niet alle mensen die ze op de lijst hebben staan, maar ik heb wel gehoord dat er één is geweest die in het openbaar gesolliciteerd heeft. Wie was dat? Die de lijstduur van het CDA, de heer Van der Velde. Oké, ik wil zeggen, die heeft in het openbaar gesolliciteerd en nadrukkelijk gezegd dat hij weer in is om wethouder te worden. Ja, klopt. En dat is meneer Van der Velde, toevallig uit Tegelen? Ja, meneer uit Tegelen die al wethouder is geweest in deze stad. Maar ziet u dat zitten? Zou u dat omarmen, dat die enthousiaste sollicitatie, of zo maar te zeggen? Ja, het is niet aan mij om te zeggen of dat wel of niet goed is. Ik bedoel, het is aan het CDA om daar iets over te zeggen. Ik bedoel... Ja, kandidaat, iedereen kan kandidaat zijn, dus ook de heer Van der Velde en de partij zal dan iets daarover moeten zeggen. Ja, nou, u weet vast dan wat beter, want het is uw eigen club, als om maar zeggen. De PvdA, wie dat, als dat 1 wethouder is, daar gaan we voor Ramon ter Strooten, denk ik, hè? Die is natuurlijk ervaren, hij zit er nu, dus die maakt nog een nieuwe termijn vol. Nou, kijk, je kunt er altijd verschillend over denken. Hè? Je kunt ook de andere lijn kiezen en zeggen van, nou, ik heb net al een opmerking erover gemaakt. Je moet het als Partij van de Arbeid eerst afvragen, willen we nog in dat college? Want ik vind dat je die vraag in alle oprechtheid aan jezelf moet stellen. Laat ik u het persoonlijk vragen. Gezien deze voorlopige tussenuitslag, zou u dat willen? Zou u met deze in deze situatie als PvdA weer toe willen treden in een nieuwe coalitie, nieuw college? Ja, dan gaat het altijd over gevoel en realiteit. Hè? Want dat is dan een verschil. Mijn gevoel zegt dat je het niet moet doen. Maar de realiteit is wel dat je moet erkennen, als je niet in een college zit, dat je dus nauwelijks wat in de melk te brokkelen hebt. Dus als je vanuit de bestuurskant daarnaar kijkt, ben je bijna verplicht om die keuze daarvoor te maken. Nou zegt u iets belangrijks. U zegt, als je in het college niet in het college zit, zo moet ik het zeggen, heb je niks te vertellen. Mijn Aerts, ik heb ooit geleerd en ooit begrepen dat het juist... makkelijker is en vaak ook heb je toch wel meer invloed als je in de positie gaat zitten. Want dan kun je gewoon heel simpel overal tegen zijn en dingen tegenhouden en tegenstemmen en dan bereik je ook je doel. En misschien nog beter dan als je in het college zit waarbij je allerlei compromissen moet sluiten. Nee, dat is een volledig verkeerde insteek. Als je alleen maar in een oppositierol alleen maar overal tegen bent, bereik je dus helemaal niks. Dat is punt 1. Je moet als oppositie moet je 2 dingen doen. Je moet de goede voorstellen die vanuit het college komen, moet je steunen. En aan de andere kant moet je je zo onderscheiden van het coalitiebeleid dat je je eigen
programmapunten en je eigen belangrijke punten aan de mensen kenbaar maakt. Dat je je dus ook onderscheidt van het beleid. Dat is een hele lastige, dat is een hele moeilijke. We hebben gezien dat CDA daar in het begin van deze periode heel veel moeite mee had om die positie te pakken. Ik weet uit eigen ervaring, ik heb met de VVD in de oppositie gezeten. Wat je wel kunt doen, maar als je die oppositierol goed speelt, constructief, goed speelt, goed communiceert, je regelmatig in de kijker, je regelmatig laat zien ook aan de mensen wat je doet en hoe je het doet en waarom je het doet, dan kun je als partij groeien als je vanuit een verkiezingsnederlaag. En daarom is het wat Niek Dink zegt zo belangrijk, hoe gaat die Partij van de Arbeid daarmee om? Je kunt ook kiezen om in de oppositie te blijven met minder zetels nu en vanuit die oppositie te groeien naar een volgende periode. En het is, verliezen is niet altijd erg. Met een verlies kun je bouwen, kun je nieuwe mensen gaan laten meedraaien in zo'n fractie. En kun je vanuit een oppositierol, kun je weer groeien naar regeringsverantwoordelijkheid. Dat is, verliezen kan heel positief zijn, kan heel zuiverend zijn. Ik heb het zelf meegemaakt met de VVD voor een partij, voor een fractie. Ja, dus als we die gedachtenlijn doortrekken met de links, zou het ook kunnen zijn dat PvdA zegt, ik doe niet mee. Wij gaan in de oppositiebankje zitten. Ja, dat zou kunnen. Maar in een verlengde daarvan, wat dan opvalt, we hebben het net van dat je vanuit de oppositie zou kunnen groeien. Nou, even van dat dit tussenuitslag is, hè, dat moeten we steeds voor ogen blijven houden. Nog CDA, nog Democraten hebben geprofiteerd dan, zeg ik maar even zo snel, echt geprofiteerd van in de oppositie zijn. Want er verschuift in die richting nauwelijks iets. Hè? Na 50% van de stemming is het nagenoeg stabiel gebleven. Ja. Oh, u noemt klopt. Ze alleen de democratie. Ja, u wilt nog wat zeggen, meneer. Ja, klopt. Maar daarom zei ik straks ook van, het is, met name het CDA heeft in het begin heel veel moeite gehad met die oppositierol. En waarom? De laatste 30 jaar, weet ik wat, heeft het CDA altijd in de coalitie gezeten, heeft altijd de regeringsverantwoordelijkheid gehad en moest nu in één keer een heel andere rol gaan spelen. En dat is lastig. Dat duurt een hele tijd voordat je je daar in kunt verplaatsen en dat soort goed kunt doen. Ja, heel kort, meneer Dings, noemt al even de Democraten. Welke rol spelen zij nog in mogelijke einduitslag, CQ-coalitievorming? Daar moeten we niet helemaal natuurlijk aan voorbij gaan. Nee, daar moet je zeker niet helemaal aan voorbij gaan. Ik denk dat ze op zich, hè, als blok, hè, op zich een macht vertegenwoordigen. Alleen de vraag is altijd, als je naar het college moet, is het een ander soort blok als dat je in de oppositie terechtkomt. In de oppositie kun je makkelijk nog eens kun je wat makkelijke middelen, laat maar even zo zeggen, in de standpunten. Dat klinkt heel dom, maar het is natuurlijk wel zo. Als je strak in een college zit, dan moet je natuurlijk wel al die via die bloedgroepen, daar moet je iets mee. Die moeten zich daar op zijn minst in kunnen herkennen. En dat is dan ook weer meteen een knelpunt. Ja. Het is 11:45. Ik begrijp dat we schakelen naar Domani, naar Jeroen van de Kronenberg. Jeroen, ik begrijp er is nog geen einduitslag. Jullie houden de spanning wel lang erin daar, moet ik zeggen. Nee, dat klopt inderdaad, man. Iedereen zit hier vol spanning te wachten. Ik zag Mark Verheijen zenuwachtig voorbij komen. Ramon Terstroten staat een partijtje te zweten, mag ik wel zeggen. Hoe komt het? Waar zit de vertragende factor in dit geval? Ja, nou, eigenlijk zou er nog een derde tussenstand volgen, maar die is inmiddels geschrapt. Ze komen meteen met het voorlopige eindresultaat. En daar is er momenteel gewoon wachten op. Maar ik verwacht dat het binnen 10 minuten, een kwartiertje eigenlijk wel bekend is. Oké, heb jij nog een interessant gesprekspartner bij jou in de buurt eventueel? Momenteel niet, Twan. Iedereen is toch echt druk aan het wachten. Bruls en burgemeester Tans van Artsenvelde zitten ergens achter de coulissen. Die komen zo meteen tevoorschijn. Dan zal burgemeester Bruls de einduitslag bekendmaken. En vlak nadat die uitslag bekend is gemaakt, hebben we in ieder geval een interview met de burgemeester. En die zal dan inderdaad een reactie geven op het eindresultaat. Oké, nou dat interview nemen we in ieder geval nog mee. Ook is dat na de klok van 12 uur. Dan stel ik voor dat we gewoon even doorgaan. Even een andere vraag. Er zijn natuurlijk heel veel politieke kopstukken. Zo niet allen. Zijn er nou nog andere mensen in Domani die niet politiek actief zijn, maar wel politiek geïnteresseerd? En hoeveel zijn er dat? Ja, ja, zeker. Feitelijk iedereen kan hier binnenlopen. Ik vind het lastig om in te schatten hoeveel mensen er zijn. Ik gok ongeveer 250 man.
Het zijn toch eigenlijk vooral politici die hier zijn met familie, vrienden, kennissen. En er lopen ook wat jongere mensen rond. Er was vanavond ook in Club 6 een debatavond, Politics are Fun. Ja. Daar zijn ook erg veel jongeren op afgekomen. Maar nee, voornamelijk hier politici, vrienden, kennissen en bekenden. Ja, je zegt burgemeester Tans van Artsenvelde is ook aanwezig. Misschien wel aardig om hem eens te vragen hoe hij de laatste weken als burgemeester van een gemeente die ophoudt te bestaan gaat beleven. Is dat de mogelijkheid om de man even aan zijn jas, zeker zijn wilderige hadels, te trekken? Twan, je kunt mijn gedachten lezen volgens mij, want dat was ik inderdaad ook van plan. Na burgemeester Bruls zullen we inderdaad nog een interviewtje met burgemeester Tans gaan draaien. Ja, de laatste maanden, weken inderdaad, van de zelfstandige gemeente Artsenvelde. En ja, de grote vraag is misschien ook al, wat gaat burgemeester Tans straks doen? Gaat hij linten doorknippen of gaat hij nog een andere politieke functie vervullen? Dat zal ik hem straks zeker gaan vragen. Dus behalve burgemeester Bruls zullen we ook burgemeester Tans voor de microfoon halen. En uiteraard zijn wij ook met z'n allen heel nieuwsgierig naar hoe blij Mark Verheijen is natuurlijk. Want ja, die gaat vermoedelijk als de grote winnaar straks naar huis met champagne en bloemen. Dus hoe blij hij is willen we ook wel graag weten, denk ik. Ja, Mark Verheijen kennen, dan zal hij vanavond zijn lol niet op kunnen. Ik zag hem net al glimlachen. Ja, je moet denken, hier staan heel veel camera's. Vanmiddag voor het stadskantoor in Venlo stonden 4 satellietwagens. De NOS is er, RTL is er, de collega's van L1 zijn er. En vanavond is dat niet anders. Iedereen is werkelijk hier. In de coulissen staan overal camera's opgesteld. Mensen worden geïnterviewd. Ik zag één vandaag, Nova, noem maar op. Eigenlijk, ja, heel Media Nederland is hier aanwezig vanavond in Domani. En dat zegt denk ik toch wel iets inderdaad over hoe belangrijk deze verkiezingen eigenlijk zijn. Ja, hoe wordt deze avond door inderdaad die media, de collega's, beleefd? Heb jij met collega's gesproken? Ik heb vanmiddag met Antoine Peters gesproken, die voor RTL Nieuws werkt. En toen stelde ik hem eigenlijk de vraag van, waren jullie ook zo massaal op Venlo gedoken als dit niet de stad van Geert Wilders was geweest? En als de PVV in eerste instantie niet had gezegd van, ja, we willen hier mee gaan doen aan de verkiezingen. En toen zei hij eigenlijk, daar heb je een goed punt. Ik denk inderdaad, als dit niet de stad van Geert Wilders was geweest, dat het dan toch iets meer van een normale verkiezing was geweest. En vooral voor de landelijke media. Maar juist inderdaad omdat het de stad van Geert Wilders is. En omdat er een eerdere peiling is gebleken dat 1/3 van de mensen op de PVV gestemd had als ze mee hadden gedaan. Is dat voor de landelijke media kennelijk toch interessant. Ja, nou goed, als RTL of de NOS gesprekken kan hebben met de bekende Venlo's politici, dan moet jou het als onbevende collega zeker lukken, Jeroen. Ik zou zeggen, doe je best en eis je plekje op, want daar hebben wij gewoon recht op. Kom op. Dat komt wel goed, man. Oké, ik spreek je graag zo meteen. Ja, meneer Dings, je hoort het, hè? Even een klein ander dingetje. Het hele mediacircus is ook in Domani neergestreken. Was natuurlijk wel de verwachting. Ja. Wat is uw indruk daarvan, als u dat zo hoort? Ja, kijk. Het maakt nu natuurlijk niks meer uit. Ik bedoel, in de zin van, het beïnvloedt in elk geval niks meer. Maar het is, je kunt niet onder stoel of banken steken. Venlo is de eerste grote stad waar de verkiezingen worden gehouden. Volgend jaar maart hebben we in de rest van Nederland gemeenteraadverkiezingen. En dat bepaalt natuurlijk toch voor een groot stuk de positie van de partijen. Want ik kan mij voorstellen dat de VVD vanavond rustig gaat slapen. En denkt van, nou, daar kunnen we wat mee. Ik denk dat bij in elk geval bij de Partij van de Arbeid de druiven zuur zijn. En dat ze zich nog eens moeten bezinnen van wat kunnen we nou in de tussentijd doen om tot een andere uitslag te komen. En vergis je niet, zo'n uitslag heeft ook landelijk consequenties. Hè? Maar het is wel eens een keer voorgekomen dat de achtergrond van een kabinetscrisis in elk geval de gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest. Dat is natuurlijk nooit één op één zo uit te wisselen, maar waarvan je kunt zeggen dat de discussie daarop in elk geval verscherpt is. Want dat partijen die in die coalitie in Den Haag zitten in elk geval iets moeten om zich beter voor voetlicht te brengen. Het is in ieder geval een goede afspiegeling van het landelijk beeld, dat zegt u eigenlijk. En dat zullen we dan straks zien bij de Tweede Kamerverkiezingen. Meneer Aerts, daar moet ik één nuance bij maken. Ja. Hè? Alhoewel, ik me steeds meer realiseer dat je het verleden bijna niet meer kunt doortrekken naar het heden. Maar er was altijd wel een verschil in de uitslag van Venlo en de rest van Nederland. We gaan het niet over grote percentages, maar er zitten een paar procent verschil in. Dat de uitslag in Venlo voor deze partijen afweek van landelijk beeld. Meneer Aerts, denkt u dat uw
partijgenoot Mark Verheijen misschien nog meer dan anders de camera's opzoekt van de landelijke media. Om even te laten zien van hier staat de winnaar en ik ben Mark Verheijen en misschien tot ziens binnenkort in Den Haag. Want hij kan nu zijn media en PR-moment natuurlijk ideaal uitnutten, denk ik dan. Hè? Ja, maar ik denk niet dat het zo werkt. Kijk, je komt natuurlijk niet zomaar in Den Haag. Je komt niet zomaar hoog op een landelijke kandidatenlijst. Dan moet je kwaliteiten hebben, je moet ervaring hebben in de politiek en je moet een goede lobby hebben. Nou, dat laatste heeft Mark, dat staat buiten kijf. Hij is vicevoorzitter van de VVD, dus hij heeft een goede lobby. Hij heeft een aantal jaren ervaring in de lokale politiek, dus ook daar dat neemt hij mee. En ik denk dat hij op enig moment best naar de Tweede Kamer zal gaan. Hij zal hij dit moment daar niet voor gebruiken. En waarom zeg ik dat? Omdat hij zich ook in de campagne beperkt heeft tot de Venlose thema's, tot het programma van de VVD hier in Venlo. En hij heeft op geen enkele wijze, vind ik althans, gebruik gemaakt of iets verteld over de landelijke politiek of de rol van de VVD daarin. Met andere woorden, hij is met zijn gedachten nog volledig bij Venlo. Ja, natuurlijk. En dat merk je ook aan hem, want anders dan zou die niet zo geconcentreerd en zo intensief die campagne hebben gevoerd. Mark is niet in Den Haag met zijn hoofd. Die is hartstikke in Venlo. Ja, luisteraars, ik meld u even dat wij, omdat we nog steeds geen einduitslag hebben, doorgaan tot na de klok van 12 uur. Want ja, hetgeen waar we al uren over zitten praten, dat de climax, daar wacht natuurlijk op. We gaan niet voor het hoogtepunt naar huis, zou ik zo willen zeggen, want dat doen we dus niet. Dus we stellen het nieuws van 12 uur keurig uit totdat we u helemaal hebben bijgepraat over de voorlopige einduitslag van de verkiezingen van vandaag in Venlo. Ik stel voor dat we even een klein beetje muziek draaien om even op aan te komen en dan komen we zo meteen bij u terug. If I
En luisteraars, de voorlopige einduitslag is bekend. Zometeen zal verslaggever Jeroen van den Kronenberg vanuit Domani deze officieel met ons gaan delen. Dus alle stemmen zijn geteld. En we hebben uiteraard meteen omgezet in zetels. Want dat is toch uiteindelijk hetgeen waar alle kandidaten en partijen voor strijden. Hoeveel stoeltjes ze de komende 4 jaar mogen gaan bezetten in de arena der democratie, zal ik het dan maar even noemen, in het Venlo's gemeentehuis. Ik zal zo wel even delen met mijn gasten. Hier kunnen ze vast eventjes stiekem meekijken met de voorlopige einduitslag. Ja, meneer Aerts, wat te doen, hè? Coalitiebesprekingen, daar wordt een nieuwe coalitie gevormd. Wat is dan, naar uw goeddunken, het eerste wat zo'n nieuwe coalitie moet gaan doen in Venlo? Na het champagne drinken en nog genieten van het succes. Dat hebben we dan gehad. En dan? Dan wordt moet er aan het werk gegaan worden. Nou, dan is heel belangrijk dat er een coalitieprogramma komt. Wat op de A financieel is dichtgetimmerd. Dus met een financiële paragraaf die het programma daarmee ook realistisch maakt. En B die duidelijke keuzes maakt voor de komende 4 jaar. En dan niet terugkijkend op allerlei grote projecten die al lopen, maar gewoon zeggen van, en we gaan de komende 4 jaar gaan we dat en dat doen. En dan met name kijken naar de niet-materiële dingen, de niet-materiële zaken. Dus die zaken waar in de campagne de discussie te weinig over ging, dat die in eerste instantie prioriteit krijgen in de nieuwe coalitie. Ik geef u het briefje maar nog eventjes niks zeggen. Ik deel even met u vast de eindvoorlopige uitslag. Meneer Dinks, ook even de vraag. U bent al driftig aan het optellen, aftrekken en kijken wat de mogelijke combinaties zijn. Wat is volgens u de eerste taak van een nieuw fris college, of coalitie moet ik zeggen, zometeen? Nou, ik denk dat ze heel duidelijk moeten zijn over waar Venlo de komende 4 jaar naartoe gaat. Want ik denk, als je iets in de discussie van de laatste maanden duidelijk is geworden, dat we daar helder over moeten zijn. En ook de grenzen durven aan te geven waar het over gaat. Hè. We kunnen natuurlijk allemaal, we weten dat we gigantisch moeten bezuinigen. Dat kun je dus niet zomaar wegpoetsen. Daar moeten ze volstrekt helder over zijn. Daar moet eigenlijk geen spel tussen te krijgen zijn. Dat moet de discussie zijn. Dan gaat het mij niet over de vraag over project X, Y of Z. Maar het gaat over het beleid wat je daar wil uitzetten. Zeg je van, we willen alles heroverwegen. Dat kan, hè. Dan gaan we ook alles heroverwegen. Of zeg je als coalitie, en dan zeg, kun je ook nog zeggen, dat en dat zijn onze speerpunten daarin. Ik denk dat we daar met z'n allen wel behoefte aan hebben. Ja, en in welke vorm zou zo'n presentatie van de speerpunten van een coalitiebeleidsplan, anders gezegd, welke vorm zou dat dan gepresenteerd moeten worden aan de Venlose burger? We hebben het al eerder over gehad, over de vorm van de campagne. Nu even de vorm van de speerpunten van een nieuw college, van een nieuwe coalitie. Hoe zou dat volgens u moeten? Nou, ik kan me er iets bij voorstellen in de zin, als de gemeente gedaan heeft in het kader van de ontwikkeling van een kazerneterrein. Ik vind dat nou eens een mooi voorbeeld van hoe je burgers betrekt bij de politiek. Hoef je ook niet eens te zijn met de uitkomst, want dat is een heel andere discussie. Maar dat is wel een manier waarop je de burger betrekt bij de dingen die je wilt doen. Dat de burger in vroegtijdig stadium mee kan praten van welke kant wil je daarop. Nou, zoiets denk ik dat je zou moeten doen. Meneer Aerts, mee eens of heeft u een heel ander creatief idee? Ja, de vraag is hoe ga je dat organiseren? Kijk, je kunt dat wel willen, maar hoe bereik je nou mensen die daar iets over willen zeggen, die daarover iets kunnen zeggen, hoe bereik je nou op een goede manier en wek je geen valse verwachtingen door ze de kans te geven om daar iets over te roepen of daar inbreng in te hebben? Dan kom ik weer op het punt aan het begin van de avond. Als je mensen de mogelijkheid geeft om ergens over mee te praten, ergens inbreng in te hebben, dan moet je er ook iets mee doen. En de vraag is, hoeveel ruimte heb je om binnen een coalitieakkoord, om daar ruimte voor buitenstaanders in te brengen? Dat is natuurlijk wel wezenlijk. Ik ben ervoor dat het zou moeten, maar de vraag is, hoe organiseer je het? En kun je inderdaad dan ook voldoende garantie geven dat er iets mee gedaan wordt? Goed, het is 12:02, luisteraars. Het moment suprême is aangebroken van deze avond. Wij gaan nu live over naar Domani. Collega Jeroen van den Kronenberg heeft voor u de voorlopige einduitslag. Jeroen, kom er maar in. Ja, Twan, dat klopt inderdaad. De voorlopige einduitslag is bekend.
De stemmen zijn geteld. Het opkomstpercentage is lager dan 4 jaar geleden. Of 3 jaar geleden, 2006 moet ik zeggen. Toen ging 53,8% van de stemgerechtigden naar de stembus. Momenteel, of vandaag is dat 46,3%. En de uitslag uiteraard. Ik zal het meteen vertalen naar zetels. De procenten laat ik achterwege. De VVD gaat naar 12 zetels. Van 7 naar 12. Het CDA gaat van 7 naar 8 zetels. De PvdA wordt bijna gehalveerd. Die gaan van 8 naar 5. GroenLinks wordt helemaal gehalveerd. Die gaan van 6 naar 3. De SP, nieuw, die komen op 2 zetels uit. D66 op 2 zetels. De Belfeldse Democraten ook op 2 zetels. De Tegelse Democraten op 2 zetels. De Blerikse Democraten op 2 zetels. De Venlose Democraten die halen 0 zetels. Net zoals de Nederlandse Moslimpartij. De Realisten 82 ook 0 zetels. En voor de ChristenUnie geldt datzelfde. En de laatste partij is R10. Die hebben 1 zetel. Oké, Jeroen. Hartstikke bedankt. We hebben even driftig meegeschreven. Zou jij nog even het volgende willen doen? We hebben hier met de gast al even voorzichtig over coalitievormen gespeculeerd. Misschien is dat iets aardig voor jou nog als... Als laatste actie zometeen om eens even voorzichtig bij een aantal betrokkenen te polsen welke coalitie we zometeen mogelijk kunnen gaan vormen. Ja, ik heb hier links en rechts al natuurlijk wat dingetjes gehoord. VVD, CDA, PvdA samen. Maar wat ik dus ook hoor is bijvoorbeeld de VVD, CDA en met de lokale samen. Want die hebben toch weer 6 zetels. Dus dat zou eventueel ook een mogelijkheid zijn. Maar ik zal dat zometeen zeker ook aan de burgemeesters gaan vragen. Zowel aan burgemeester Bruls als aan Tans. Dus dat krijgt zeker nog een gevolg, Twan. Nou, hartstikke goed. Dan meld je maar meteen zodra je iets hebt. Dan ga ik eventjes met onze gasten deze uiteinslag eens even analyseren. Dankjewel. Ja, luisteraars, ik voor het geval u nu in zou schakelen, wat altijd kan, neem ik u even mee in de voorlopige einduitslag van de verkiezingen van vandaag. Het is inmiddels een dagje later, 18 november 2009, de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Venlo. Opkomstpercentage is 46,3% en dat is wat lager dan 4 jaar geleden. Toen wisten 53,8% van de stemgerechtigden de weg naar de stembus te vinden. De VVD, de grote winnaar van deze dag. 12 zetels. Ze hadden er 4 jaar geleden 7. Dus dat is een stijging met stip, mag ik wel zeggen. Het CDA, keurig op de tweede plaats met 8 zetels. En de 1 zetel meer dan 4 jaar geleden hadden ze er 7. Correctie, meneer Deens. Ja, zijn gelijk gebleven. Oh, zijn gelijk gebleven. U heeft gelijk. Ik corrigeer het meteen. Goed dat er iemand nog oplet op dit late tijdstip. De Partij van de Arbeid is gezakt van 8 naar 5 zetels. GroenLinks, fors verlies, de helft eraf, van 6 naar 3. De SP, nieuw in de Venlose gemeenteraad, binnen op stip met 2 zetels. Dat geldt ook voor D66, ook binnen met 2 zetels. Dan krijgen we de lokale democraten, die zullen in totaal met 6 zetels de Venlose raadzaal gaan bemannen of bevrouwen, zoals dat heet. En daar is een volgende onderverdeling gemaakt. De Belfeldse democraten hebben 2 zetels, de Tegelse democraten 2 en de Blerikse democraten 2. En de Venlose democraten hebben helaas geen zetel weten te bemachtigen, maar al met al... Totaal 6 zetels voor de lijstverbinding van de lokale democraten. Dan hebben we de Nederlandse Moslimpartij. We hadden het al een beetje aanzien komen eerder vandaag. 0 zetels. Dat geldt ook voor de Realisten 82. De politieke groepering uit Tegelen voornamelijk. 0 zetels. Helaas ook de heer Budding van de ChristenUnie heeft helaas te onvoldoende stemmers achter zich weten te krijgen voor een zetel. 0 zetels. En tot slot de nieuwe partij van Bart Cornelissen en de heer Van Avezaat, Schraar van voren geheten. R10, 1 zetel. En als u dan alles optelt, komt u als goed is uit op 37 zetels. Ik denk, klopt dat? U bent de rekenaar van vandaag. Nee, ik heb 39. Oké, 39 zetels. Nieuwe gemeente. Oh, dat klopt, ja. Een nieuwe gemeente is een iets grotere gemeenteraad. 39 zetels totaal. Goed, heren. Nou ja, dan zullen we maar even een aftrap doen. Zometeen vanuit Domani ook, denk ik, nog even eenzelfde verhaal. Ja, we kunnen nu, denk ik, even concreet een coalitie gaan smeden. Meneer Aerts, aan u het woord dan. Wat zou voor u de meest ideale coalitie zijn? Mag ik beginnen met de VVD te feliciteren? Met uiteraard. Champagne wordt ontkurkt in huizen Aerts vanavond. Niet om, maar ik vind het toch... Ik zou het best een historische overwinning willen noemen. Kijk, Venlo is natuurlijk altijd een stad geweest waar de VVD redelijk sterk is vertegenwoordigd geweest. Altijd ondernemers, noem maar op.
Maar ik vind 12 zetels vind ik echt boven verwachting. Okay. Vind ik echt boven verwachting en een compliment aan iedereen die zich daarvoor heeft ingezet. Als je dit plaatje nu ziet en je weet dat er 39 zetels in de gemeenteraad zitten, dan zouden VVD en CDA theoretisch samen een coalitie kunnen vormen. 20 zetels. Juist. Dan heb je de meerderheid. Dan heb je in ieder geval heb je een meerderheid waarbij ik vind dat die te krap is. Maar ik denk ook niet dat het verstandig is om dat te doen. En dan... Ik onderbreek u. We gaan goed. Zo verder. Ik hoor dat collega Jeroen nu een gesprek heeft met burgemeester Bruls. Jeroen. Ja, burgemeester Bruls staat hier naast me. Goedenavond. Een eerste reactie op de uitslag. Ik denk dat Venlo allereerst wel duidelijk heeft gekozen. Ik denk dat er stabiele coalitiemogelijkheden zijn. Het is uiteraard aan de politiek om dat nu in te zetten. Jammer dat de opkomst natuurlijk toch wel fors wat lager is. Ik zelf denk dat het komt dat de herindeling eigenlijk zo onomstreden is dat er voor een heleboel mensen dat misschien toch niet de grootste animo was. Maar dat maakt niet uit. De mensen die zijn gekomen hebben duidelijk gekozen. De kiezer heeft altijd gelijk. U nam het woord de coalitie aan de mond. Heeft u bijvoorbeeld al een idee wat een coalitie zou kunnen zijn? Ik heb er ideeën over, maar daar ga ik niet over, daar ga ik niet uitspreken. Maar bedoel, kijk, er zijn natuurlijk wel wat verschuivingen waardoor je bepaalde mogelijkheden hebt en bepaalde niet. Maar laat dat nu maar over aan de onderhandelaars. Die zullen ongetwijfeld ergens deze dagen gaan beginnen. En ik zal dat uiteraard van binnen en buiten volgen. Ja, zou je kunnen spreken van een politieke aardverschuiving? PvdA en GroenLinks. GroenLinks is gehalveerd, PvdA net niet. Het komt op 5 zetels uit. Een groot verschil met 3 jaar geleden. Nou, ik denk dat deze verkiezingen ook laten zien dat in een relatief grote gemeente, die Venlo natuurlijk is in Nederlands verhoudingen, de invloed van performance in media, hoe goed je het doet, veel sterker aanwezig is. Bij lokale verkiezingen had je in het verleden nog wel eens dat het heel erg afhankelijk was waar iemand kwam vandaan. En wat was wat immuun, zeg maar, voor een landelijk beeld. Je ziet dat de invloed personengoed is. Je moet toegeven dat bijvoorbeeld de beide VVD-wethouders, waar je ook staat, ik heb van dichtbij bijvoorbeeld, die hebben het gewoon ontzettend goed gedaan, goede performance gehad. Misschien wat geluk doordat Wilders niet meedoet, hè, maar wie zal het zeggen? Ik bedoel, dat is hun verdienste, daar moet je ze mee complimenteren. Ja, VVD de grootste partij, 12 zetels. Ja. Dat betekent wellicht ook dat de 2 wethouders die er momenteel zitten van de VVD blijven zitten op hun post. Is dat voor u als burgemeester een geruststelling? Het zijn in ieder geval 2 prettige wethouders mee samen te werken die ook zich hebben bewezen. En uiteraard, uiteraard is het fijn als er stabiliteit is in het college. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar gehad. Hoewel het wel rommelde in de coalitie in de raad. Maar in het college is het heel goed gegaan. En het is natuurlijk mooi als we die lijnen kunnen continueren. En ik zie er ook wel mogelijkheden in. Ook al gaat er, ja, zoals je de uitzicht nu ziet, misschien wat veranderen in de coalitie. Maar laten we dat maar op ons afkomen. Ik ga ervan uit dat we op 4 januari, want dat doen we op 4 januari, een nieuwe raad, een nieuw college gaan installeren. Ik heb er zin in. Dank u wel. Ja, Twan, blijf eventjes hangen, want naast me staat ook burgemeester Fons Tans van Artsen en Velden. Meneer Tans, goede avond. Een eerste reactie van u? Een verrassende uitslag, maar ook een geruststelling dat met in ieder geval deze uitslag er een stabiele regering, een stabiel college in de nieuwe gemeente Venlo kan ontstaan. En dat hebben we nodig. Er zijn heel wat thema's die we nog moeten oppakken. En met een stevige coalitie, breed draagvlak in de raad, is dat geruststellend. Ja, het percentage is bijna 8% lager dan 3 jaar geleden. Verbaast u dat ook, dat het toch lager is, terwijl het toch van tevoren breed uitgemeten is in de landelijke media? Je verwacht eigenlijk een hoger percentage en dan valt het toch lager uit. Ja, ik zeg toch dat het om lokale thema's gaat. Landelijke kopstukken hun gezichten hier hebben laten zien. Dat is prima, maar daar heeft de kiezer geen boodschap aan. Ik zie dat de opkomst laag is. Ik weet niet hoe het in mijn gemeente is geweest. Normaliter ligt dat toch boven de 50%. Maar een overgrote minderheid van de kiezers, de kiesgerechtigden, hebben gekozen. En dat is ook weer een signaal naar de democratie. We hebben nog wat te doen. Ja, u bent een PvdA-man. Uw partij is bijna gehalveerd. Is dat pijnlijk? Doet dat pijn? Nou, ik ben op de eerste plaats burgemeester van Artsen en Velden en daarnaast lid van de Partij van de Arbeid. En het is natuurlijk voor iedere politieke partij die verliest en zich ingespannen heeft voor meer zetels of behoud van zetels, wrang. Als men ziet dat men aan zetels verliest, dat geldt voor de Partij van de Arbeid, maar ook voor GroenLinks.
En dat is triest, maar dat is all in the game. Een laatste vraag. U begint eigenlijk aan uw laatste weken als burgemeester van de zelfstandige gemeente Assen en Velden. Hoe is dat eigenlijk en wat gaat u eigenlijk doen na de verkiezingen? Is dat ook al bekend? Of na de verkiezingen naar het ten ziele gaan van Assen en Velden? Na 1 januari, dat is nog niet bekend. Ik ben wel in voor nog wat zaken, maar de laatste weken zijn hectisch geweest in Assen en Velden. We hebben nog nooit zo'n felle debatten gehad, alsof iedereen het toch nog eventjes op de valreep wilde regelen. Maar we hebben nu een demissionair college en raad en dat betekent een pas op de plaats en geen grote stukken meer behandelen, maar de zaak afronden en overdragen aan de nieuwe gemeente. En voor uzelf nog politieke ambities? Ik sluit dat ook niet uit, nee. Dat is een politiek correct antwoord. Dank u wel, burgemeester Tans. Ja, Twan, dat waren de eerste reacties van burgemeester Tans en burgemeester Bruls. Hier zal het nog eventjes doorgaan in Domani. En ik zal zeker proberen om eigenlijk de grote winnaar van vanavond, de VVD, Mark Verheijen, voor de microfoon te krijgen. Ja, dankjewel. Daar wachten we met spanning op. Ga ik nog eventjes hier door met mijn gasten over... wat bespiegelingen hoe het nieuwe college of nieuwe coalitie eruit gaat zien, meneer Dings. Ik ga even door met u. Het is in ieder geval de conclusie die we kunnen trekken dat het een ruk naar rechts is deze keer. Want met name linkse partijen, de UWE, de Partij van Arbeid, maar zeker ook GroenLinks, die hebben toch behoorlijk verloren. Dus rechts zegevierd vandaag. Ja, laat me eens eerst beginnen met de grote overwinnaar van vandaag, de VVD. Daar van harte mee te feliciteren. Want ontegenzeggelijk, van hoe je daar ook over denkt, de overwinning is er. En als je een overwinning hebt, heb je ze ook verdiend. En is je felicitaties daar van op zijn plek. Ja, en u heeft burgemeester Bruls goed gehoord. Hij gaf ook aan dat de performance in de media, dat waren letterlijk zijn woorden, volgens hem, met name voor de VVD, toch uiteindelijk de doorslag heeft gegeven. De doorslag wil ik niet zeggen, maar in ieder geval meegeholpen heeft om het succes te maken wat het nu geworden is. Ja, daar hebben we vanavond ook al over gediscussieerd, dat hij in elk geval goed is geweest. Of hij dat tot het resultaat heeft geleid, dat weet je natuurlijk niet. Ik wil nog één kanttekening maken. Ik vind dat beide burgemeesters dat wel makkelijk overeenstappen. En dat is het opkomstpercentage. En ik constateer eigenlijk een beetje dat we daarin gaan berusten. En je kunt dus als burgemeester Bruls zeggen, het zal wel gelegen hebben dat de herindeling onomstreden was. Maar daar gaat het helemaal niet om. Daar gaan deze verkiezingen niet om. De verkiezingen gaan over de vraag van wie het stadsbestuur is. Nou, constateer ik toch dat er geen 50% is opgekomen. 46,3%. En ik vind dat verontrustend. Een percentage sowieso, maar ik vind het ook verontrustend dat burgemeesters daar op die manier mee omgaan. En zeggen, dat zal dan wel de verklaring zijn. Want daar hebben we eigenlijk als democratie een enorme inspanning te verrichten om in elk geval ervoor te zorgen dat een percentage al boven de 50% komt. Maar in hoeverre kunt u dan van mening zijn dat deze uitslag representatief is voor Venlo als nog niet de helft van alle stemgerechtigden hun stem uitbrengt? Dan kun je toch dit vraagteken stellen bij het waarheidsgehalte van deze uitslag? Ja, maar dat vind ik onzin. We hebben een democratie. Daarin heeft iedereen het recht om zijn stem uit te brengen. Hè? Want dat is een recht. Hè? En ik vind dat veel te weinig mensen daarvan gebruik hebben gemaakt. En je moet dus niet zeuren om straks te zeggen, ik ben niet gaan stemmen, dus ik had het anders gewild. Dan had je dus moeten gaan stemmen. En in een democratie is het ook zo, in ons stelsel, als 10% komt stemmen, maakt die 10% uit van wie daar komt te zitten. Dat hoort er dus ook bij. Maar daar hebben we met z'n allen een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat percentage naar boven gaat. Dus, wilt u nu eventjes voorzichtig een mogelijke coalitie gaan smeden hier aan tafel? Ja, dat kunnen wij proberen. Dat gaan we nog doen. Maar dat is de vraag. Hè? En dat is, voor ons is dat ook relatief het makkelijkste. Hè? We dragen daar minste verantwoording naar. Ja, we hebben het straks al gehad over drie partijen. Dat gaat het naar mijn idee ook worden. Er zijn dan, ik denk ook dat je dat moet doen. Er zijn meerdere mogelijkheden die in elk geval getalsmatig een brede basis hebben om op verder te kunnen. Het gaat er dan maar om van, nogmaals, is de partij waar ik lid van ben, kunnen wij over de nederlaag heen stappen en op een andere manier daarnaar kijken. Zou u
op dit moment over de nederlaag heen willen stappen? Of zou u wonden likken en zeggen van laat ons maar lekker in de oppositie plaatsnemen en wij houden ons verre van welke coalitievorming dan ook? Nou kijk, ik heb een tijd gehad dat ik dat zou hebben gezegd. Maar ik heb geleerd, hè, dat politiek niet alleen over overtuigen gaat, maar ook over besturen. En als je wat wil, dat je moet besturen. Ik zeg bij voorbaat niet, de Partij van de Arbeid zou daar dus niet aan mee moeten doen. Je zult wel goed moeten nadenken wat dat betekent. Hè? Wat dat betekent als je in een coalitie stapt, als die uit VVD en CDA bestaat, die al 20 zetels heeft, hè, met elkaar. Die eigenlijk al een meerderheid hebben. Hè, van welke consequenties heeft dat? Dat zijn allemaal zaken die nu aan de orde gaan komen. En die mede bepalen welke partijen met elkaar die coalitie gaan vormen. En welke afweging dat partijen daarin maken. En welke eisen die in elk geval de VVD zou kunnen stellen aan zo'n coalitie. Dus wat u betreft een coalitie van 3 partijen. En dan voorzichtig zeg ik VVD, CDA en dan eventueel als derde partij Partij van de Arbeid. Dat zou u wel een hele welkome getalsmatig en brede, die op een breed draagvlak kan bogen. Maar dat kan overigens ook met de Democraten. Ja, ik probeer even of uw collega Wiel Aerts u wat dat betreft de hand kan schudden. Is dat de coalitie waar u zegt van nou, dat zie ik wel zitten. VVD, CDA en Partij van de Arbeid. Natuurlijk kan dat, want ze hebben alle 3 ervaring. Om met elkaar in een college te zitten. Dus in die zin zie ik ook geen problemen. Alleen, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, in feite zijn er 5 partijen, hè, buiten Partij van de Arbeid zijn er nog 4, die de coalitie VVD-CDA aan de meerderheid zou kunnen helpen. Ja, en welke zijn dat? Dat zijn GroenLinks, SP, D66 en de Democraten. Oké. Okay. Ik doe een ander voorstel. Ja, wat theoretisch kan het ook met R10. Theoretisch kan het nog met R10. Ja. Maar, en wat vindt u van de optie VVD, CDA en dan de Democraten als derde partij met 6 zetels? Is dat voor u een haalbare kaart? Ik denk dat dat in zover een lastige wordt. Dat is wat Niek Dinks in de loop van de avond ook heeft gezegd. De Democraten zijn natuurlijk, het zijn natuurlijk 3 partijen die eigenlijk 2 zetels hebben. Dat wordt dus geen makkelijke. Dat wordt ook geen makkelijke om daar een coalitieakkoord, een goed programma mee te maken. Want die hebben vanuit hun eigen wijkachtergrond specifieke inbreng. En de vraag is of je daarmee uit de voeten kunt. Bovendien wil ik erop wijzen dat een gemeenteraad, een stadsbestuur, ook gebaat is met een sterke oppositie. Dat moeten we niet vergeten. Je kunt wel steeds uitgaan van een sterke coalitie, maar ik vind een goede deskundige, maar ook sterke oppositie, draagt ook bij tot de kwaliteit van het stadsbestuur. En niet alleen degene die achter de regeringstafel zitten. Dus wat u betreft geen voorkeur voor een coalitie met de lokale democraten erin? Nee, maar het zou... Die ziet u liever in de oppositie plaatsnemen? Het zou bijvoorbeeld ook D66 kunnen zijn. Dus VVD, CDA, D66 hebben we 22 zetels. Bijvoorbeeld. Ja. Meneer Dings? Het zou allemaal kunnen. Het zou allemaal kunnen, alleen... Het lijkt mij, laat me zo zeggen, als ik D66 zou zijn, maar ben ik niet, zou ik dat dus niet doen. Nee. Want je komt in zo'n scheve verhouding in zo'n coalitie terecht. Klopt. Dat het allemaal theoretische mogelijkheden zijn die getalsmatig allemaal wel kloppen. Maar die inhoudelijk een enorme draai van een aantal mensen vraagt. Waar ik van zeg, van dat zie ik zo in de praktijk nog niet gebeuren. Nee, en dan, daar ben ik het mee eens. Ja. Daar ben ik het mee eens. Je moet ook, denk ik, getalsmatig kijken naar een wat grotere fractie die je meeneemt in je coalitie. Maar op basis van de uitslag zou het kunnen. Ja. U zei eerder in dit programma dat op basis van de verschillende programma's zou een coalitie VVD, CDA, PvdA in ieder geval programmatisch goed bij elkaar passen. In ieder geval volgens u geen struikelblok opleveren waardoor een coalitie niet zou slagen met deze 3 partijen. Nee, kijk, nogmaals, in de periode hiervoor hebben CDA, VVD, Partij van de Arbeid samen geregeerd. In de afgelopen periode heeft VVD en Partij van de Arbeid samen gereageerd. Dus daar kun je al een stuk continuïteit van beleid uithalen. Nou, we weten uit het verleden dat het CDA niet al te ver af zit van, zeker niet van de VVD. Dus ja, ik zeg, die komen er wel uit.
Okay, maar de vraag is, wat die ding straks zei, wil de Partij van de Arbeid met 5 zetels mee in de coalitie? Of zeggen ze nee, wij groeien liever en pakken een forse oppositierol? Dat is aan hun. Goed. Dus. We gaan nu luisteren naar de grote winnaar van deze verkiezingen. VVD-lijsttrekker Mark Feijen bij de microfoon van Jeroen van den Kronenberg. Ja, Mark Feijen, allereerst proficiat. Ja, dankjewel. 12 zetels, dat lijkt me toch eigenlijk boven verwachting. Ja, wij hadden hele hoge verwachtingen. We hebben steeds gezegd van wij willen de grootste partij van Venlo worden. Maar dit had ik in mijn stoutste dromen echt niet durven te denken. Ja, op hoeveel zetels hadden jullie ingezet van tevoren? Volgens mij heb ik ook bij Omroep Venlo gezegd bij aan tafel ongeveer 9. En in het meest optimistische scenario 10 zetels. Maar uiteindelijk is het toch met al die kandidaten die op stap zijn geweest en dergelijke. Heeft de kiezer het toch gewoon ruim beloond. Jullie komen op 12 zetels uit. GroenLinks wordt gehalveerd, PvdA ook. Trek je dan toch een beetje een lange neus richting die partijen? Nee, het is geen reden om een lange neus te trekken, maar de kiezer heeft hier wel iets mee willen zeggen. En dat moeten we gewoon straks ook gaan interpreteren. In ieder geval heeft die kiezer, heeft die denk ik gevraagd om echt daadkracht, politici die met de poten in de modder staan en de handen uit de mouwen steken. En ik denk dat we de laatste jaren gewoon als VVD veel bereikt hebben. En dat heeft de kiezer beloond. Maar ik weet ook wel dat dit morgen natuurlijk des te meer reden is om het ook echt waar te gaan maken. Ja, je krijgt natuurlijk de eerste rollen zeg maar, over de coalitievorming. Waar gaat jullie voorkeur of in ieder geval jouw voorkeur naar uit? Ja, dat zou een hele leuke primeur zijn, maar we gunnen hem u niet. Nee, we moeten morgen echt even naar die uitslag gaan kijken. En in ieder geval is het belangrijk, we gaan moeilijke jaren tegemoet. Forse bezuinigingen, een paar grote projecten. In ieder geval is het belangrijk dat we gewoon een stabiel college hebben van mensen die in ieder geval gewoon op financieel degelijk zijn. En gewoon met ons samen die stad sterker willen maken. Ja, misschien een beetje een vreemde vraag, maar er wordt ook gespeculeerd dat Mark Verheijen zijn nieuwe Amstermijn als wethouder wellicht niet gaat afmaken en vroegtijdig naar Den Haag vertrekt. Ja, die heb ik ook gehoord van verschillende van uw collega's. Nou, dat lijken mij leuke gezelschapsspelletjes. Mijn agenda loopt in ieder geval nog de komende jaren in Venlo. Er is nog vreselijk veel te doen. Mooie floriade, mooie projecten. Dus ik denk dat u mij de komende jaren nog vaak voor uw microfoon aantreft. Gelukkig. Burgemeester Tans en Bruls waren een beetje teleurgesteld over de opkomst. Iets meer dan 46%. 3 jaar geleden was dat ruim 53%. Bent u daar ook teleurgesteld over? Ja, daar kun je alleen teleurgesteld over zijn. Je kunt allemaal gaan bedenken van wat hebben die kiezers nou willen zeggen die niet opkwamen. Ik denk dat we gewoon dat ook moeten respecteren. Gewoon ook hen gaan vertegenwoordigen de komende jaren. En hopen dat ze over 4 jaar... wel de belangrijke thema's of de belangrijke politici zien waarom ze dan wel gaan stemmen. Ja, wat gaat u de rest van de avond doen? Ik neem aan een feestje vieren. Ja, volgens mij zit ik morgen vroeg om 7 uur weer bij 1 Vandaag of iets dergelijks. Of bij Radio 1 Journaal. Dus ik ga denk ik daar een biertje drinken en dan naar huis toe en kijken of ik nog wat slaap kan krijgen. Dank u wel. Ja, Twan, tot zover met Mark Verheijen. Mocht er nog meer nieuws komen hier vanuit Domani, dan meld ik mij uiteraard. En terug naar de studio, naar jullie. Jeroen, ik stel voor dat je nog 1 bijdrage aanlevert, ook gezien het late tijdstip. En misschien is het ook nog even aardig om 1 van de verliezers voor de microfoon te krijgen. Ofwel de PvdA, ofwel GroenLinks. Misschien de PvdA, leuk voor Niek Dinks die hier naast me zit. Dus als je daar nog even op pad of op zoek wil gaan, dan zijn wij jou zeer erkentelijk hier. Oh, ik weet niet dat gehoord heeft, maar goed, dat zullen we dan wel even influisteren. Dan meneer Aerts, de wethouder, de grote winnaar Mark Verheijen heeft gesproken. Hij is natuurlijk heel erg blij. En alleen hij laat zich niet verleiden tot een coalitiebespiegeling. Dat doet hij nog niet. Nee, maar daaruit blijkt dat hij al wat ervaring heeft op het politieke vlak. Want dat moet je dus nu ook nog niet doen. Kijk, je moet nu zeker niet als winnaar en als lijsttrekker van de winnende partij gaan speculeren. Dat is niet fair en niet correct tegenover de andere partijen waar je nog mee aan tafel moet. Dus dat doet hij heel goed. Ja, meneer Dinks, ik begrijp uit de analyses ook die we nu hier op tafel gooien dat tot toch mogelijk een cruciale rol voor uw partij in het verschiet ligt. Hè? U heeft verloren van 8-5. Je hoeft geen reden te zijn per definitie om niet mee te doen, maar ook wel om wel mee te doen. Dus een cruciale rol is weggelegd voor de Sociaaldemocraten de komende weken. Ja, ik denk ook dat die partij zich bij zichzelf te raden moet gaan van wat willen we nou? En hoe willen wij daarin verder? Nou, ik heb ook uitgelegd dat je daar verschillend over kunt denken, dat je naar verschillende kanten kunt denken, maar ja, dat moet in elk geval eerst plaats die partij met zichzelf uitmaken en vervolgens moet de fractie daar dan
inhoud aan gaan geven. Als u om advies gevraagd wordt, dan gaat u dat aangeven? Of gaat u dat geven, dat advies? Kijk, ik ben lid van de Partij van de Arbeid en we hebben binnen die partij nog steeds een gewoonte om over dit soort zaken in de afdelingsvergadering te discussiëren. Dus als ik daar een bijdrage in zou willen leveren, dan ben ik zeker op die afdelingsvergadering, ja. Goed, ik stel voor dat we nog even een stukje muziek draaien en dan komen we daarna nog één keer bij u terug en dan gaan we het langzaam afronden. Tot zometeen. Muziek van Blauw, toepasselijk, Hertjestad. Ja, vanavond gebeurt het in Hertjestad. Domani is zo'n beetje Hertje Venlo. De verkiezingsavond hier tijdens de gemeenteraadsverkiezing, of eigenlijk na afloop van, want we zijn inmiddels alweer een dagje verder en de uitslag is bekend. Collega Jeroen van de Kronenberg staat bij een van de verliezers, wethouder Ramon Terstrooten van de Partij van de Arbeid. Jeroen. Ja, dat klopt wel. Wethouder Terstrooten, een zware avond voor de PvdA. Jullie gaan van 8 naar 5 zetels. Ja, dat is natuurlijk geen prettig resultaat. Wel een resultaat waar we redelijk rekening mee gehouden hadden gezien de landelijke tendens. We hebben vooral door het ROW-debat natuurlijk toch wel een hoop losgemaakt landelijk als Partij van de Arbeid. En daar hebben we lokaal nu stevig last van. Maar ja, als je reëel bent, dan hadden we daar 4 jaar geleden echt de wind in de rug. Toen stond Wouter Bos in de peiling op 60 zetels met de Partij van de Arbeid. En zijn we van 3 naar 8 gegaan en we gaan nu weer een stukje terug. En dat is natuurlijk heel erg jammer dat we de overtuiging hebben heel veel goede dingen voor de stad gedaan te hebben de afgelopen 4 jaar. Maar het gaat er ook om hoe je dat bij de burger, en zeker een burger die niet geïnteresseerd is in politiek, onder het voetlicht brengt. En dan moeten we erkennen dat de VVD dat handiger en slimmer gedaan heeft dan wij gedaan hebben. Ja, een andere linkse partij, GroenLinks, wordt zelfs gehalveerd. Die gaan van 6 naar 3. Waar wijt u aan dat inderdaad de linkse partijen flink moeten inleveren? Ja, ik denk dat het belangrijkste reden daarvoor te zoeken is in de landelijke politiek, landelijke sentimenten. Ik denk dat Mark Verheijen morgen een hele grote bos rode rozen naar Geert Wilders mag sturen. Want ik denk dat ze daar heel erg van geprofiteerd hebben van het feit dat Wilders niet meegedaan heeft in Venlo en dat er geen concurrentie oprecht zat voor de VVD. Nou, landelijk zie je toch een wat verschuiving naar rechts met de ontwikkelingen rond Wilders. En ik denk dat we daar op dit moment last van hebben. Ja, na de bekendmaking van de uitslag loopt u dan hier een beetje rond als een boer met kiespijn?
Nee, ja, nogmaals, je ziet dat ook gaandeweg de avond. Als de uitslagen binnencijpelen, zie je dat er wel aankomen. Dus dat we op 5 zouden uitkomen, dat was redelijk vroeg op de avond helder. Was ook op basis van eerdere peilingen en ontwikkelingen te verwachten, zou ik maar zeggen. En nogmaals, het is een behoorlijke ruk naar rechts in Venlo. Dat is natuurlijk voor iemand met mijn overtuigingen voor sociale politiek even slikken op zo'n avond. Maar we zullen kijken hoe we verder gaan en hoe we toch kunnen zorgen dat we de komende jaren dat sociale geluid in Venlo neer blijven zetten, heel krachtig neer blijven zetten en in de toekomst weer verder kijken. De kans is klein, maar stel dat PvdA buiten de coalitie valt, stelt u zich dan wel beschikbaar voor de gemeenteraad? Dat hangt heel erg sterk af van hoe de coalitie eruit ziet. In principe stel ik me dan wel beschikbaar, omdat ik natuurlijk zal waken dat we wat we de afgelopen 4 jaar aan sociaal beleid hebben opgebouwd in deze stad, dat dat niet zomaar even afgebroken gaat worden, nu er bezuinigd moet worden. Dus en daar zit ik voor. Ik zit er niet voor mezelf. Ik zit er voor de principes waar ik voor sta, voor sociale politiek. En daar zal ik alles aan doen, linksom of rechtsom, om dat zo goed mogelijk overeind te houden. Blijft u hier nog hangen vanavond of gaat u zo meteen zo snel mogelijk naar huis toe? Nee, we blijven zeker nog even hangen. Dus denk ik ook goed om mijn collega's nog even te feliciteren met de overwinning. En dit hoort erbij in de politiek. Je bent afhankelijk niet alleen van lokaal wat je bereikt en gedaan hebt. Ook van landelijke invloeden. En daar moet je mee om kunnen gaan, vind ik. Oké, dank u wel. Twan, blijf maar eventjes hangen, want ik loop meteen door naar wethouder Jan Lamers van GroenLinks. Meneer Lamers, goedenavond. Goedenavond. Die GroenLinks heeft ook flink moeten inleveren. Jullie zijn gehalveerd van 6 naar 3 zetels. Ja, nou, gelukkig was het niet helemaal zo dramatisch, maar het is dramatisch genoeg. Ik bedoel, we hadden de voorkeur een hele zware restzetel. Dus we zijn, die zijn we kwijt, plus 2 zetels. Die 2 zetels zijn natuurlijk dik volledig verloren. Ik zie dat heel links verloren heeft. En met alle respect naar de SP zie ik toch meer als een conservatieve partij dan als een echt links-progressieve partij. En dan zie ik dat links geweldige klappen heeft gekregen. En rechts daar tegenover fors gewonnen heeft. En dat schijnt het beeld te zijn in Noord-Limburg. Voor ons is het een forse teruggang, absoluut. Daar valt alleen maar teleurstelling over uit te spreken. Ja, verontrust het u dat links moet inleveren en toch inderdaad meer die ruk naar rechts wordt gemaakt? Ja, ik denk dat zal u niet verbazen, dat dat voor een partij als de mijne verontrustend is. Omdat ik vind dat wij wel degelijk wat te bieden hebben op sociaal vlak, op het vlak van vernieuwing van de stad. Ik vind ook dat we dat met de Partij van de Arbeid als links in deze coalitie ook meer dan waar hebben gemaakt de afgelopen jaren. We zijn geconfronteerd, denk ik, met bewegingen die ook nog eens een keer groter zijn dan alleen Venlo is. Wel, dit is toch een beeld waar we al bij de Kamerverkiezingen op het af zagen komen. Wat bevestigd is bij de Europese verkiezingen en waar nu fors is neergedaald over Venlo. Ja, wat is volgens u de oorzaak dat GroenLinks flink heeft moeten inleveren? Ik denk dat dat een combinatie van oorzaken is. D66 is voor onze forse electorale concurrent. En die zijn mede dankzij het Pechtold-effect goed binnengekomen. Nou, dat kost dus gauw een zetel. Ik heb gezien dat, ja, wij hadden geen Turkse kandidaat, omdat wij vonden dat de Turkse kandidaat die we hadden echt niet voldeden aan zijn eisen. Daar blijf ik achter staan. Maar ook dat heeft ons wel de nodige stemmen gekost, want we hadden geen alternatief in Turkse kring. En zo werkt het tegenwoordig. Je moet dat gewoon dus spreiden en dat hadden we niet op dat punt. En ik denk dat we natuurlijk ook wel wat verlies hebben gehad, gewoon door de hele beweging die gaande is. Ik stelde de vraag ook al zojuist aan uw collega Ramon Testroten. U bent momenteel ook wethouder. De kans is natuurlijk groot dat GroenLinks niet meer in de coalitie verschijnt. Stelt u zich beschikbaar voor de gemeenteraad? Dat was mijn bedoeling niet. En als ik eerlijk ben en ik kijk naar de uitslag op dit moment en de vernieuwing die wij ook in de partij hebben willen doorvoeren. En wat extra teleurstellend is dat nou misschien niet voldoende. Dan sta ik op dit moment niet te springen om in de raad te gaan. En dan denk ik dat ik liever plaats maak voor mensen die ook hierna het stokje verder moeten dragen. Al enig idee wat u verder gaat doen? Ik heb geen flauw idee. Als ik niet terug kan keren, dan ben ik op 1 januari werkloos en dan ga ik zoeken naar een nieuwe baan. Oké, dank u wel. Okay. Ja, Twan, voor zover de bijdrage van de beide wethouders, Lamers en Testroten. Je hoort het, Testroten stelt zich beschikbaar voor de gemeenteraad, Lamers doet dat niet. En dat is eigenlijk een beetje het verhaal vanavond hier. VVD wint natuurlijk, links moet flink inleveren. En vannacht komen nog de voorkeurstemmen binnen en die zullen, naar verwachting nemen we die morgen vroeg mee in ons journaal. En die zullen wellicht ook nog te zien zijn bij ons op internet. Oké, Jeroen, ik dank jou voor jouw bijdrages vanavond. En jouw bruggetje, zorgt voor mij dat we hier ook langzaam gaan afsluiten. Even heel kort, meneer Aerts, wat is uw gevoel tot slot over deze avond, over deze dag?
U heeft een goed gevoel, want u zit aan het kamp van de winnaars. Hè? Open deur, hè? Precies. Nee, maar ook los van het feit dat de VVD gewonnen heeft. Ik denk dat Venlo duidelijk heeft gemaakt welk beleid men de komende jaren wil. Ik denk ook dat de mogelijkheden, de burgemeester zei het ook al, voor een stabiele coalitie aanwezig is. En ik heb alle vertrouwen in dat er straks op 4 januari een heel goed college komt te zitten. Meneer Dings, het laatste woord is voor u. Welk gevoel houdt u over als u zo meteen naar huis gaat? Een kater. Ik heb hem meerdere malen mee mogen maken. Hè. Ik heb ook de euforie mee mogen maken, maar ook de nederlagen. Dus dat hoort er ook bij. Ik hoor ook in hoe mensen zich daaraan opstellen. Dat is de taal van de winnaar. En die hoort ook zo gesproken te worden. Partij van de Arbeid is de taal van de verliezer. Want er zijn plotseling allerhande oorzaken die links en rechts spelen waarom dat je verliest. Dat hoort er ook bij. En het is goed naar huis te gaan en over te slapen. En morgen om alle rust te kijken van welke mogelijkheden zijn er. Want uiteindelijk gaat het niet over de vraag welke partij dat is. Het gaat erover dat we met elkaar straks goed die stad kunnen besturen. En dat moet de inzet zijn. Goed, ik dank u beide heren, de heer Aerts en de heer Dings, voor uw bijdrage en uw oplettendheid, ook nog tijdens het laatste tijdstip. Bedankt, goede nacht en tot een volgende keer. En luisteraars, ik meld nog even dat Omroep Venlo Televisie morgenochtend al vanaf 8 uur een speciaal nieuwsbulletin heeft met alle nieuws en ontwikkelingen. En natuurlijk terugblik op de verkiezingsdag van vandaag. Dus als u daar niks van wil missen, stel ik voor dat u vroeg voor de televisie gaat zitten. En ik sluit af met de melding dat deze uitzending van Lokies gemaakt werd door Jeroen van der Kronenberg, Herman van der Meijs als technicus, mijn gasten Niek Dings van de PvdA en Wiel Aas van de VVD en ondergetekende Twan Mariën. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. Graag tot de volgende keer en van zometeen een hele goede nacht. Dag.